De rechtbank oordeelt dat de opdracht tot afschot niet in stand kan blijven. Wij zullen nu toelichten hoe wij tot dit oordeel zijn gekomen. U voert beide aan dat de noodzaak van de opdracht niet ecologisch onderbouwd is. U zegt het rapport van de commissie van Geel is niet zo'n ecologische onderbouwing. En u voert dat aan voor alle drie de criteria die ten grondslag zijn gelegd aan de opdracht. En die drie criteria zijn die u eraan ten grondslag heeft gelegd. Namelijk de opdracht is noodzakelijk voor de bescherming van wilde flora en fauna in het gebied en de instandhouding van de natuurlijke habitats. De opdracht is noodzakelijk voor de draagkracht en is noodzakelijk ter voorkoming van onnodig lijden. En u zegt van Geel is niet die ecologische onderbouwing. U, gedeputeerde Staten, zegt dat het rapport van de commissie van Geel wel een ecologische onderbouwing kan zijn, omdat er verschillende deskundigen zijn geraadpleegd en verschillende rapporten zijn geraadpleegd. De commissie van Geel zelf zegt in het woord vooraf in het rapport: we hebben niet bedoeld het zoveelste deskundige rapport op te stellen. Ons advies schetst een samenhangend kader voor het beleid van de provincie. De commissie van Geel hoopt dat het advies de basis vormt voor een beleid dat sturing geeft aan het beheer van het gebied. Dat kan rekenen op een zo groot mogelijk maatschappelijk draagvlak. En de rechtbank oordeelt dat de noodzaakcriteria die ter grondslag zijn gelegd aan het besluit tot opdracht ecologisch onderbouwd moeten zijn. Het zijn namelijk ecologische criteria. De rechtbank oordeelt dat er weliswaar deskundigen door de commissie van Geel zijn gevraagd en documenten zijn geraadpleegd, bijvoorbeeld SOFON 2013 en de rapporten van ICMO. Toch is het rapport van de commissie geen ecologisch deskundige rapport. Het is een beleidsmatig stuk. Dus u heeft hier een terecht punt.